Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 18 februari. De waarheid maakt je vrij. Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 8, vers 32. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Uiteindelijk zullen we nooit verder kunnen gaan dan wat we denken en geloven wat de waarheid is. Veel mensen nemen vandaag de dag niet eens de moeite om rationeel te denken over wat zij geloven en bouwen hun hele leven uiteindelijk op overtuigingen die simpelweg niet waar zijn. Wat ook het nieuws, een beroemdheid of een groep vrienden zeggen, plotseling wordt het waarheid voor hen. Te geloven wat anderen zeggen in plaats van voor jezelf Gods woord te onderzoeken, zal je limiteren en zal je afhouden te doen waarvoor God jou geschapen heeft. Maar als je voor de waarheid wilt gaan, omarm deze en bouw je leven daarop en dan zullen je inspanningen slagen. Als je op het pad van Gods waarheid wilt blijven, zul je in je schema van elke dag een prioriteit moeten maken om met Hem te communiceren. Ik kan er niet genoeg op aandringen om vaak met Hem te communiceren door gebed, lezen van de Bijbel, aanbidding en simpelweg zijn aanwezigheid en leiding gedurende de dag te erkennen. Als je God kent, ken je de waarheid. Leven in zijn waarheid brengt vrede, vrijheid en vreugde in je leven. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil mij niet door mijn gedachten limiteren en overtuigen van wat waar is. U bent de enige bron van waarheid. Als ik tijd neem om met u te praten, toon mij en leid mij in uw waarheid. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.